gedaan na opklaringen vanaf het westen. De onderhandelingen over een klimaatakkoord lopen nog altijd. Er zou sprake zijn van een toenadering. En de kerncentrales Doel 1 en 2 zijn volgens netbeheerder Elia de eerstkomende 3 jaar niet nodig voor onze bevoorradingszekerheid. Dat was het nieuws. De radio. Xavier Taverne. De wereld vandaag. Terreurdreiging, haperende klimaatakkoorden, nucleaire deals. De politiek discussieert, evalueert en doet. Maar is het genoeg? Mark van Bovenbos komt er straks even bij. En niet alleen bij ons, trouwens ook in Groot-Brittannië. Dat beslist vandaag of het IS gaat bombarderen in Syrië. Hoe liggen de kaarten voor David Cameron? En het zou vast niet interessant zijn.